Spaghetti met asperges en roomsaus is zo ontiegelijk lekker, dus ik ga lekker snel aan de slag. Daarvoor heb ik nodig verse spaghetti, geschilde witte asperges, roomsaus, gerookte spekblokjes, een teentje knoflook, parmezaanse kaas en de platte peterselie. Ik begin met een grote pan water opzetten. Yes! En deze pan gebruiken we voor de spaghetti en voor de asperges. Daar hou ik van, hoeven we niet meerdere pannen of water te gebruiken. We gaan straks alles bij elkaar doen. Ja, inderdaad. Dan heb ik de pan voor waar we de spaghetti ook in gaan maken uiteindelijk. Zet ik het vuur aan. Ik vind het zo heerlijk, dit gerecht. Het is namelijk zo, als er asperges in het seizoen zijn, dan is het lente. Dan begint het mooie weer. Dat is altijd voor mij zo'n heerlijk gevoel. Of tenminste een associatie met lente. Maar wie heeft er geen zin in lente, zou ik zeggen. Ik doe de spekblokjes in de pan. De spekblokjes ga ik even lekker rustig aanbakken. Hoeft niet te hoog het vuur. Goed, de spekblokjes staan te sudderen. Je hoort het al een beetje. Dan ga ik nu de asperges schillen. Nou ja, trouwens, ik zeg wel schillen. Ze zijn al geschild. Alleen ik ga ze in stukjes snijden. Handige was uiteraard. Oh, verse asperges. Eens even kijken. Nou, ik doe hier een klein stukje het kontje eraf. Dat is altijd een beetje hard en bitter. Oeps. En dan in stukjes van 3 centimeter ongeveer. Hier ook de kontjes eraf. Door drieën. Zo. Even kijken naar de spekjes. Kijk. Die zijn al lekker aan het sudderen. De geur van gebakken spekjes. Heerlijk. En vandaag kook ik met witte asperges. Je hebt ook groene en paarse asperges. De groene worden ook veel gegeten. Je hebt een beetje volgens mij team wit en team groen. En het leuke is dat groene asperges die groeien boven de grond. Die krijgen lekker veel zon. En de witte asperges onder de grond. Daarom blijven ze ook zo wit, want ze krijgen geen zon. Dat is toch wel een leuk weetje. Voor als je aan tafel zit met je familie. Jij weet waar de asperges vandaan komen. Even kijken, de spekjes, die haal ik uit de pan. Doe ik wel eventjes op een keukenpapiertje, zodat ik ze een beetje kan uit laten lekken. Eens kijken of ik hier misschien een iets betere lepel voor kan vinden. Ja. De spekjes haal ik uit de pan, laat ik even uitlekken. Neem alles mee. En daar blijft ontzettend lekker nog wat vet over in de pan. Laat ik erin zitten. Ik ga een klein knoflookje even snijden. Je kan ook een knoflookpers gebruiken. Alleen ik ben niet zo fan van de knoflookpers. Ik weet, het is heel handig. Maar ik vind het altijd zo rottig om hem schoon te maken. Dus ik denk, ik heb altijd veel liever, ik snijd hem gewoon zelf in kleine stukjes. Ik ben benieuwd of jij dat thuis ook doet. Word ik nu voor gek verklaard dat ik geen knoflookpers gebruik? Kijk, dit gaat ook, gewoon kleine stukjes. Niets frustrerender dat je hem dan uit de vaatwasser haalt en dat het er dan nog steeds in zit. Ja, precies, dat. Precies. De knoflook is in kleine stukjes gesneden. Die doe ik hap, in de pan waar de spekjes in zaten.
Even aanbakken. Ik ruik het al, die knoflook. Heerlijk. De asperges in het water, want het water kookt. Voorzichtig dat het niet spettert. En het spettert. Oeps, deksel op de pan. Asperge zit in de pan. Nu ga ik de asperge roomsaus gebruiken. En dit is een snelle variant. Maar ik vraag je, als je een klein beetje meer tijd hebt om hem zelf te maken. En ik laat je zien hoe dat moet. Ik ga een hele lekkere roomsaus maken. Echt een goede basissaus. En het leuke is dat je bijna alle ingrediënten, die heb je wel in huis. Dit heb je namelijk nodig. Roomboter, bloem, groentebouillon, slagroom, peper, gekookt water. En daarnaast een garde, heel belangrijk, en een pan. Je kunt ook een steelpannetje gebruiken. Ik gebruik alvast een hapjespan, want dan kan ik daarna meteen de spaghetti erbij doen. Ik begin met het bouillonblokje oplossen in de 500 ml kokend water. De bouillon laat ik nog even oplossen en dan gaat het pan op het vuur. De boter gaat in de pan, die laat ik smelten. Ondertussen zet ik een pan met water op, want ik ga spaghetti maken voor bij de roomsaus. Dan gaat de bloem bij de gesmolten boter. Goed roeren, 2 minuutjes. Ik maak nu eigenlijk een roux, zo heet dat. Nu ga ik langzaamaan beetje bij beetje de bouillon erbij doen. Nog een beetje bouillon erbij. Spierballen, de slagroom. Dat maakt het ook straks heerlijk romig. En slagroom is echt een fijn product voor als je net iets te veel zout hebt gebruikt of net iets te veel peper in een saus of in een soep. Klein scheutje slagroom, heb je het opgelost. Grove peper. Ik gebruik nu geen zout, want de bouillon is al heel zout. Nou, hoe snel heb ik deze saus gemaakt? Zo snel! Is toch jammer. Het is wel typisch Jet. Klein beetje proeven. Deze roomsaus is al heel erg lekker. Maar nu kun je bijvoorbeeld ook nog gebakken champignonnetjes toevoegen. Heb je een champignonroomsaus. Een pepersaus kun je ervan maken met peperkorreltjes. Kaassaus, doe nog wat kaas doorheen. Nou, deze saus die is echt binnen een paar minuten klaar. Wil je hem graag wat dikker? Zet dan het vuur even hoog en dan kun je hem nog een beetje in laten koken. De spaghetti! 1, 2, woep! Ik ga er een klein beetje nootmuskaat bij doen. Dan, niet te vergeten, de parmigiani. Ik heb hier een gezellig plantje staan. Trulpeterselie. Past er perfect bij. En mooi voor de kleur. Als finishing touch, beetje peper. Een warm bordje spaghetti met eigen gemaakte roomsaus. ml water bij. Ja. Even goed roeren en dan wordt het langzaam dikker. Blijf maar even rustig roeren. Kijk, je ziet het al een beetje dikker worden. Probeer de klontjes er een beetje uit te halen. Je kan zelfs ook een garde gebruiken. Weet je wat, ik laat het gewoon zien. Kijk. Dan kun je ook goed die klontjes eruit halen. Dit is eigenlijk een kwestie van warm laten worden. Zo. Dan zijn de asperges, die moeten nog heel eventjes. Ik wil ze niet helemaal gaar, maar een beetje beetgaar. Want ze gaan straks ook hierbij in de pan. En dan garen ze natuurlijk ook een beetje door. Hierbij ga ik wel de spaghetti doen. Ik ga dan even nog 4-5 minuutjes meekoken. Verse spaghetti heeft niet veel kooktijd nodig. En nog eentje. Spaghetti gaat in de pan. En ik maak een grote pan. Er kunnen veel mensen komen eten. Even een klein beetje onderdompelen. Vuur mag wat hoger. Ja,
Dit staat te pruttelen. Dat gaat ook wel lekker zacht. Het is gewoon een kwestie van warm houden. Nou, ik zeg 4 minuutjes. En dan gaan de asperges en de spaghetti en de spekjes in de pan. Bij die saus. En dan ga ik serveren. Misschien kan ik ondertussen een klein... Oh, dan hebben we ook nog Parmezaanse kaas gaat erbij. En peterselie. Ik kan een klein beetje mijn keuken fatsoeneren. Je hebt gewoon even tijd over. Of je belt even een vriendin. Of je stuurt even een appje wat nog open stond. Over vriendinnen gesproken. Foto's. Hartstikke leuke foto's. Oh, wie staan foto's. Er op je foto's? Nou ja, ik sta zelf op de foto. Maar hier is mijn allerbeste vriendin. Mijn hartsvriendin. Van groep... Oh. Sorry, ik leid je af. Mijn schuld. Kijk, dit gebeurt het dus als ik afgeleid word. Nee. Het is niet heel erg. Maar dat is mijn hartsvriendin van groep 1. En we zijn al 26 jaar vriendinnen. En dat is heel bijzonder. We kennen elkaar door en door. We doen ontzettend veel met elkaar. We bellen, we appen. We kennen elkaars vriendjes. We komen bij elkaar over de vloer. En ik hoop dat we voor altijd zulke goede vriendinnen kunnen blijven. Maar daar twijfel ik geen moment over. Het was altijd vroeger waar ik was, was Lies. En waar Lies was, was ik. Dus... En we hopen eigenlijk later... hopen we naast elkaar een huis te hebben. Dat is onze ultieme droom. Wie weet. We gaan het zien. Zal ik dit misschien even een klein beetje fatsoeneren? Geen paniek, hè, jongens, als iets overkookt. Het is maar water. Ik ga eens even de asperges testen. Want je kan je wel aan de minuten houden. Maar probeer ook zelf even te proeven en te testen. Ik doe het heel even onder koude kraan. Anders ga ik enorm verbranden. Nog steeds heel heet. Het is hartstikke goed. Ik ga de spaghetti en de asperges bij de roomsaus doen. En de spekjes. Even goed omhusselen met elkaar. Op een bordje met Parmezaanse kaas en peterselie. Oh, ik heb een grote pan gemaakt. Maar dat is niet erg, want ik ben me wel een beetje dan aan het voorbereiden op later. Want ik hoop eigenlijk gewoon een tafel vol kinderen te hebben. Dat ik elke dag grote pannen eten maak. Geen één asperge mag achterblijven. Daar is het te kostbaar voor. Het is zo lekker. En ik gooi niet meteen het kookvocht weg. Want misschien kan ik het straks nog een beetje gebruiken. Om het wat speuiger te maken. Nu hussel ik de spaghetti en de asperges en de saus. Voorzichtig met elkaar, dat je de asperges niet kapot maakt. Spekjes erbij. Kijk eens wat een goede pan. Oh, nou, we kunnen bijna aan tafel. Maar voordat ik ga serveren, vertel ik je wat ik morgen ga maken. Dat is biefstukspies stroganoff en paprika salade. En die biefstukspies maak ik van Iers rundbiefstuk. Dat is ook wel erg lekker. Maar eerst deze asperge. Spaghetti. Ik heb hier een mooi bordje. Eerst een beetje spaghetti. En volgens mij in een echt restaurant, als je dan de spaghetti op je bord en dan een beetje, geef je er een beetje een draaitje aan zo. Hop. Dan doen we er wat asperges bij.
Is er nog ergens een topje? Hopla. Kijk eens, hier een topje. Het is nog niet af. Het is nog niet af. Uiteraard even de randjes. Kan ik niet aan anders. Dan hebben we die ontzettend lekkere parmigiano. Oftewel parmezaans kaas. Deze rasp. De microplane. Ik kan absoluut niet zonder de microplane. Gaat erover. Kijk nou. Oh, het is zo mooi. Ik kan geen genoeg kaas overheen, vind ik. En een beetje platte peterselie. Het is een plaatje. Verse peper. Het absoluut overheen. Zout doe ik een heel klein beetje. Er zit natuurlijk in de saus al veel zout. Dus pas daarop. Proef het gewoon eventjes wat je zelf het lekkerst vindt. Nou, daar ga ik. Die verse pasta. Dit is gewoon zo ontzettend lekker. Asperges, roomsaus, spekjes, verse spaghetti. En ook nog eens heel makkelijk te maken, nietwaar? Spaghetti met asperges en roomsaus. Ik hoop dat je het een keertje gaat maken. Doei!